Maurice de Hond, wat zou makelaars met big data kunnen doen? Nou, je hebt aan de ene kant big data, dus data die uit alle processen worden gehaald, zoals in het kadaster en het zoeken op Funda. Maar wat ze volgens mij vooral kunnen doen, is data toevoegen in het proces wat zij hebben met een klant. Kunnen zij dus de allerlei aspecten van het keuzeproces, zowel onderweg als na afloop, vastleggen, waardoor ze veel meer patronen herkennen van in het zoek- en selectiegedrag van mensen die wellicht huizen willen kopen. Zoals wat voor data zouden ze kunnen vastleggen? Nou ja, welke factoren hebben nu uiteindelijk geleid tot de uiteindelijke beslissing? Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb regelmatig nieuwe huizen gekocht. Ik krijg nooit na afloop iets over wat gaf nou de doorslag? Wat was plus, wat was min ten aanzien van de huizen die ik bezocht heb? Mm-hmm. En ik zou als makelaar bijvoorbeeld bij ieder huis wat je bezoekt met mensen, zou ik ook mensen die het afwijzen, gewoon een checklist nemen van wat is de reden dat ze dit huis nou hebben afgewezen. Heel makkelijk op een appje dat je het ook niet meer daarna hoeft te krijgen. Gestandardiseerd. Mm-hmm. Zodat je A, weet wat de zwakte is van een bepaald huis, mm-hmm. maar ook tegelijkertijd, of de kracht van het huis, maar ook tegelijkertijd weet wat deze klanten blijkbaar als prioriteiten heeft. Dus als je maar voldoende dingen van het hele proces vastlegt, heb je daar meer informatie uit. En in dat proces wordt in mijn ogen heel weinig vastgelegd. Andere industrieën waar dat wel gebeurt? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld de auto-industrie die redelijk kan voorspellen wanneer mensen een nieuwe auto aanschaffen en wat voor soort auto. Die beginnen al jaren van tevoren. Ja, en bedoel, laat ik zeggen, vrijwel alle bedrijfstakken. Kijk maar bijvoorbeeld als je online dingen bestelt bij echte de Amazons van deze wereld. Hè? Ja, of bij een willekeurig rijbureau. Ja, maar als ik bij Amazon kom, welcome back Maurice Stond, here are some recommendations. Mm-hmm. En de recommendations komen uit mijn koopgedrag, gerelateerd aan het koopgedrag van mensen die dezelfde dingen goed vonden zoals ik. Mm-hmm. Dus als je die patronen veel meer vastlegt en dus extra informatie eruit haalt, kan je ook veel meer dingen proactief doen in plaats van alleen maar reactief.